Lommel Proving Ground is sinds 1965 de belangrijkste testbaan voor Fort Europa. Het domein is 320 hectare groot, telt 105 kilometer testbaan, waarop tussen de 5 à 10 miljoen kilometers afgelegd worden per jaar. Het is hier dat we het Fort Fleet Team gaan observeren en analyseren. Elk team heeft een drijvende kracht. En bij het Fort Fleet Team is dat Bart van Rossen, Fleet en Remarketing Director. Hallo, ik ben blij en fier dat ik jullie vandaag mijn team mag voorstellen hier in ons testcentrum in Lommel. En we gaan er meteen in vliegen. Dit is Koen Verest, Key Account Manager Fleet in een Ford Kuga ST-Line PHEV. Een fleetpaard bij uitstek. Beschikbaar in alle motorisaties, dus voor elk profiel een oplossing. 100% fiscaal aftrekbaar in PHEV. Leuk is zijn aanpasbare achterbank, waardoor hij de ruimste koffer heeft in zijn segment. Goed voor 645 liter. Daarnaast geniet je van een zeer goede geluidsisolatie door een akoestisch gelamineerde voorruit. Voici Jonathan van Compernolle, Business Development Manager. Il roule en Ford Focus Active Clipper. La Focus Active Clipper a pas mal d'atouts à faire valoir en fleet, notamment son coffre volumineux, l'un des plus accueillants du segment avec 608 litres. La version active s'adresse à ceux qui apprécient une position de conduite surélevée et un look plus affirmé. Le modèle est équipé de sièges avant labellisés AGR, réglables dans 18 positions, pour un parfait compromis entre confort et maintien du corps. Hier zien we Stephanie Powels, Key Account Manager, in actie met de Puma ST. De Ford Puma ST is de allereerste prestatiegerichte SUV van Ford in Europa. Gemaakt met het kenmerkende fun-to-drive DNA van de Ford ST-reeks. Onder de motorkap een 1,5 liter Ford EcoBoost motor met turbocompressor die een indrukwekkende 200 pk met een koppel van 320 Nm levert. De Puma ST versnelt in slechts 6,7 seconden van 0 tot 100 km per uur. De combinatie van de dagelijkse gebruiksvriendelijkheid van een stedelijke SUV met de ultieme opwinding van een Ford Performance voertuig. Deze Ford Puma met 4 selecteerbare rijmodi, sportieve ophanging, strijdlustig vormgegeven aerodynamisch ontwerp, indrukwekkende 19-inch lichtmetalen velgen en de kenmerkende ST-stijl is gebouwd voor de sensatie van het rijden. Rustig cruisen is typisch voor Dominique Lankriet, State Fleet and Remarketing Coördinator met de Ford Puma ST-Lijn MHEV. De Puma ST-Lijn valt op door zijn sportieve look, wat hem een leuk karakter geeft. Hij bezit op zijn beurt de ruimste koffer in zijn segment met 468 liter en is vooral praktisch in gebruik met de uitwasbare megabox en de afneembare en wasbare zetelhoezen. Zonder dure packs is hij reeds compleet met parkeerhulp, navigatie, DAB-radio, Apple CarPlay, allemaal standaard op de titaniumversie. Spelen is dan weer weggelegd voor Sarah Dieriks, Fleet Communication en Leasing Coördinator. En zij amuseert zich met haar Kuga Vignale Diesel. De omschrijving verklapt het. Deze Ford Kuga Vignale is de luxe versie in het gamma, zeg maar een stijlvolle high-tech SUV. Standaard is hij zeer uitgerust, met onder andere verwarmbare zetels voor en achteraan,
verwarmbaar stuurwiel en leuke snufjes, zoals een systeem dat het geluid reduceert, de Active Noise Control. Je herkent hem aan het unieke radiatorrooster. Valérie est en route au volant d'une vraie bête de somme, le Ford Transit Custom Trail. De conception robuste et dotée de compétences améliorées, le Ford Transit Custom Trail aide votre entreprise à avancer. Le différentiel mécanique à glissement limité, sur boîte manuelle uniquement, améliore le contrôle du Transit Custom Trail lorsque vous sortez des sentiers battus en redirigeant la puissance vers les roues présentant la meilleure motricité, ce qui est idéal pour les chantiers par exemple. Il est disponible en MHEV avec des moteurs 2 litres EcoBlue hybride de 130, 170 et 180 chevaux. Le style extérieur du Transit Custom Trail est remarquable, avec notamment une calandre spécifique avec un lettrage Ford distinctif. Teamplayer, Kim de Ganzeman, manager State Fleet Rental and Remarketing, rijdt met de Ford Tourneo Custom Active over de heuvels van Lommel Proving Ground. De nieuwe Ford Active-serie biedt robuuste mogelijkheden voor de Tourneo Custom. Er is plaats voor maximaal 8 personen, zodat grote groepen of actieve gezinnen comfortabel kunnen zitten, met veel ruimte voor bagage of materiaal. En met de veelzijdige afneembare zetels kunt u de laadruimte maximaliseren of de zitopstelling aanpassen. Een optioneel mechanisch perdifferentieel verhoogt de capaciteit, zodat u uw passagiers zelfs naar de meest afgelegen locaties kunt brengen. En een imposant nieuw exterieurontwerp laat mensen weten dat de Ford Tourneo Custom Active een personenwagen is. Of u nu mensen in de stad vervoert of er met het gezin een weekendje op uittrekt. Ideaal dus voor de avontuurlijke vrije tijd of bedrijfsmatig. Hier zien we Bart Kouwenberg, Fleet Business Analyst, in actie met de Ford Ranger Thunder. De Ranger Thunder is beperkt tot slechts 4.500 exemplaren in heel Europa en voegt een exclusief interieur- en koetswerkdesign toe aan de winnaar van de International Pickup Award 2020. Bovendien beschikt hij standaard over de populaire praktische opties om een SUV-achtige stijl en comfort te combineren met een royaal transport- en sleepvermogen. De Ford Ranger Wildtrak combineert een imponerende, nieuwe look met exclusieve rode Thunder Edition details en het imposant zwart radiatorrooster. De unieke 18-inch zwarte lichtmetalen velgen, de zwarte treeplank en de 3D Thunder emblemen maken het design helemaal af. Ook Tom Wellens, Fleet Campaigns Coordinator, amuseert zich met de Ford Tourneo PHEV. De nieuwe 8-zits Tourneo Custom Plug-in Hybrid kan volledig elektrisch rijden, met een comfortabel en stil interieur en veel leefruimte achterin. Hij biedt superieuze verfijning met een ruime cabine en een conference stoelenopstelling die uniek is in het segment. Het is de ideale executive shuttle voor bedrijven die de strenge luchtkwaliteitsdoelen in binnensteden of bij luchthavens willen halen. Deze wagen staat bol van de technologie om de bestuurder te helpen om zoveel mogelijk emissievrij kilometers te maken. Met de laadaansluiting in de voorbumper is de accu in 3 uur te laden via een type 2 AC-lader. Extra elektrische energie wordt daarnaast opgevangen door het regeneratieve remsysteem wanneer het voertuig vertraagt of remt. Alain Halewijk, Conversion Development Manager Commercial Vehicles, is een buitenbeentje bij Ford. Hij is dé specialist in lichte bedrijfsvoertuigen en biedt een oplossing aan voor alle speciale ombouwmogelijkheden.
À chaque profession, ses besoins spécifiques. C'est pourquoi un véhicule utilitaire doit parfois être modifié. Mais comment garantir la qualité, le temps qu'il faut attendre et qu'en est-il de l'homologation? Grâce à la vaste expérience des 24 centres Transit Fort en Belgique, au Luxembourg, et à noter le réseau de Qualified Vehicle Modifiers, c'est chez Fort que vous trouverez immédiatement la solution parfaite. Les centres Transit Fort sont également le point de contact idéal pour les transformations plus personnalisées, en collaboration avec des spécialistes de la conversion qualifiée. Ce réseau QVM connaît bien les utilitaires Fort et travaille selon des normes définies qui garantissent la durée de vie du véhicule et de la conversion. En 2021, le réseau des partenaires sera élargi pour offrir encore plus de possibilités. Fort a une relation avec la société Allais, fournisseur des Benz Scatolini depuis plus de 20 ans, et Cargo Lifting, fournisseur de caisses pour leur savoir-faire, aussi depuis plus de 20 ans. Nos vendeurs Fort Véhicules Utilitaires sont à votre écoute pour mieux vous aider. Ford koos bij het uitbrengen van zijn eerste wagen met een elektrische motor voor zijn meest beroemde model, de Mustang. Toch is dit geen elektrische sportwagen. De Mach-E is een SUV met heel wat elementen van de pony, zoals de lange motorkap, de gespierde heupen en de typische achterlichten. Wel typisch elektrisch zijn de deuren zonder klink. Dit is aerodynamisch efficiënter, waardoor je verder geraakt op één batterijlading. Van binnen valt meteen de grote tablet op, waarmee je zowat alles in de Mach-E aanstuurt. Ook geeft hij real-time info over laadpalen en leert hij je kennen. Zo onthoudt de GPS dat je bijvoorbeeld op woensdag gaat tennissen. Wanneer je op die dag instapt, stelt hij de route meteen in. Artificial intelligence. Een andere speciale feature is dit optionele panoramadak. De speciale infraroodwerende coating van het glas houdt het interieur koeler in de zomer en warmer in de winter. De Mustang Mach-E is ook een beetje Belgisch. Hij werd op punt gesteld hier op Lommel Proving Ground. Maar ook aan zijn laadtijden werd aandacht besteed. De Mustang Mach-E is immers in staat om tot 120 km rijbereik te tanken in 10 minuten tijd aan de snelste laadpalen. Zo, dan heb je niet alleen een beeld gekregen van ons gamma dat standaard heel goed is uitgerust, maar ook van ons volledig team dat beschikbaar is voor jou. En wij gaan ervoor.